Ik ben overvallen voor mijn deur. En dat is eigenlijk alles wat ik erover kan zeggen. Ik mag van de, nou, ik niet mag van de politie. Ik help de politie niet als ik nog meer vertel. Ik ben goed, gezond. Geen kleerscheuren, niks. Gewoon mensen wilden wat halen. Ik heb het gegeven. En dat is het verhaal eigenlijk. En deze reactie geef ik ook alleen maar voor als mensen dit in de media lezen en bezorgd zijn. Dat ze weten dat alles gewoon goed is. Geschrokken. Wat zal ik zeggen? Je weet dat zoiets kan gebeuren. Je leest steeds vaker dat soort dingen gebeuren. Ik ben van mijn klokje beroofd. Dat is het. Je weet het. Dus ergens had ik al in mijn hoofd, dit kan een keertje gebeuren. Ja. En ik wist ook, als het zou gebeuren, dan... Maar goed, het is voor de deur van je woning gebeurd. Ik kan me voorstellen dat je eerste gedachten uitgaan naar de veiligheid van je gezin. Mijn enige gedachte is nu dat dit in de media gaat rondzingen en dat ik iedereen wil laten weten dat het goed met me gaat. En dat ik hoop dat ze die mensen pakken, want je weet nooit wat je iemand hiermee aan kunt doen. Sterkte. Dankjewel, man.